Op de tweede editie van Cartoon Festival Montmartre in de Bergen zijn gisteren ongeveer 7000 bezoekers afgekomen. Het festival heeft een typisch Parijs sfeertje waarin een belangrijke plaats is weggelegd voor cartoontekenen. Aan het festival deden ongeveer 30 tekenaars, karikaturisten en silhouetknippers uit binnen- en buitenland mee. Montmartre in de Bergen is slim geprogrammeerd. Het profiteerde namelijk van de drukte op de Koop Zondag en het grote cultuurevenement Hallo Cultuur.